We hebben een paar mobile homes gehuurd van Roan.nl op camping Lido Verbano. De camping ligt aan de overgang van het Lago Maggiore naar de rivier de Ticino, die het water afvoert richting de rivier de Po. Het is een middelgrote camping en de mobile homes hebben een leuk uitzicht richting het water. Behalve onze vrienden Hugo en Corrie zijn hier ook Gray en Jannie van de partij. Zij hebben hun eigen caravan meegenomen en hebben een prachtige plek aan het water, waar het 's avonds erg gezellig kan zijn. Bij deze opname overdag hebben we een beter zicht hier op de overgang van het meer in de rivier de Ticino. Ook zien we nu de mobile homes met die groene daken vlak voor de hoge boom. En hier een fraai zicht op het stadje Sesto Calende, dat in de provincie Lombardije ligt. Ja, van die koningin. Onze camping ligt in de provincie Piemont en de grens ligt midden in de rivier. Wij waren de eerste bewoners van deze gloednieuwe mobile homes. Hugo probeerde gelijk er een af te branden, maar het vuur bleef beperkt tot de barbecue. Het strandje langs de camping was niet een groot succes. Hugo en Corrie hebben het geprobeerd, maar zakten tot halverwege de kuiten in de modder. En het rook ook nog niet fris. We gaan met Corrie en Hugo naar het meer van Orta. En dan met name naar de Sacro Monte di Orta. Of vrij vertaald de heilige berg van Orta. Dit ligt vlak bij het gelijknamige stadje. Op de heuvel, want berg is een te groot woord, staat een verzameling van een stuk of 20 kapellen. Ze zijn rond 1600 met de bouw van deze kapellen begonnen. En in elke kapel is een voorstelling te zien van belangrijke momenten in het leven van de heilige Franciscus van Assisi. Geboren in het midden-Italiaanse stadje Assisi in 1182. Hij stierf in 1224 op 42-jarige leeftijd. Hij werd door paus Gregorius de IX heilig verklaard omdat hij in 1224 de wondtekenen van Christus in zijn lichaam zou hebben ontvangen. Franciscus van Assisi was dus een belangrijke geestelijke aan wie dus wonderen zijn toegeschreven. Deze kapellenheuvel is volkomen terecht opgenomen in de lijst van UNESCO erfgoed. Er is een uitgebreide restauratie gaande van de fresco's en de poppen, of zo u wilt, beelden in de voorstellingen. Ook als u niet katholiek bent, is het alleszins de moeite waard om te gaan kijken naar deze bijzondere plek. Er zijn geen kosten aan verbonden en hier en daar zijn er verrukkelijke uitzichtpunten op het stadje Orta en het meer, met in het midden het kleine eiland Isola San Giulio. Wat dit voor heilige is, geen idee.
De huidige paus, ook en niet bij toeval genaamd Franciscus, heeft Franciscus van Assisi als grote voorbeeld gekozen, omdat hij in nederigheid en eenvoud de kerk diende. Met Jannie en Gray zijn we naar Lugano en het meer van Lugano gereden. Lugano ligt in Zwitserland en de grotere geordendheid ten opzichte van Italië valt direct op. In het meer spotten we een roodwangschildpad die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en Mexico komt. Dit ex-huisdier doet het hier ook goed, maar een partner vinden zal best problematisch zijn. Er rijdt ook een treintje rond en we stappen in zodat we de hele mooie boulevard kunnen bewonderen. U hoort wel de stem van de chauffeur en gids waar de energie van afknalt. On the right side, tourist information office, the sun is clear before the town. Lugano is een mooie stad, maar lijkt ook een rijke stad. Bent u in de buurt, ga dan eens kijken, maar pas op, het is duur en cash met euro's betalen gaat niet.